muziek en mooie plaatjes. En dan de hoofdpersoon die zichzelf voorstelt. Zo wordt dit programma altijd geopend. Ik vind Robert Eenhoorn daar te groot voor. Als je op het allerhoogste niveau voor de New York Yankees hebt gehongbald, is een introductie overbodig. Robert stopt als technisch directeur van de Honkbalbond en is vanaf 1 oktober directeur van voetbalclub AZ. Dat betekent dat hij na 46 jaar voor het eerst niet met zijn favoriete sport bezig zal zijn. En dat zonder ook maar een spoortje emotie. Nee, ik heb daar altijd... Ik zal niet zeggen dat ik niet emotioneel ben. Maar dat ligt met name in het werk wat ik doe. Op momenten als zaken niet lukken of als mensen zich... gedrag vertonen wat niet overeenkomt met wat men zegt, dan kan ik best wel emotioneel zijn. Maar dan heeft dat te maken met hetgeen waar ik dan nu mee bezig ben. Terugkijken en van joh, dit heb je betekend en dit is allemaal gebeurd. En dat laat ik altijd liever aan andere mensen over. Er is een categorie mensen die niet kan genieten. Ja. Behoor jij tot die categorie? Nou ja, misschien wel. Misschien wel. Ik weet nog wel dat ik jaren geleden voor het eerst weer in Yankee Stadium kwam. En dat ik daar binnenkwam en dacht bij mezelf, ja, dit was eigenlijk best wel aardig. Terwijl ik op het moment dat ik daar liep, ja, niet kon genieten zoals je dat zegt. Omdat je zo bezig bent met te presteren en te overleven. En jezelf niet de kans geeft om eens even om je heen te kijken en te denken van ja, dit is misschien best wel bijzonder. Ja, dat zit er niet in. En ik vind dat soms best jammer, want ik denk dat het... wel een gemis is, maar ja, dat is in ieder geval iets wat me in de eerste 46 jaar niet gelukt is om dat voor elkaar te krijgen. Als honkbal je leven beheerst, zijn dan ook de allermooiste momenten uit je leven aan honkbal gerelateerd? Goed, er zijn een aantal momenten in het honkbal die blijven in de herinnering. Of ik nou het eerste keer in een Yankee Stadium stap of ook het eerste keer hier. Met het Nederlands team op een World Port Tournament speel of je kampioenschappen. Het WK is natuurlijk bijzonder. Verleden jaar de WBC was heel bijzonder. Op het allerhoogste toneel met alle supersterren die aanwezig zijn. En dan toch weer doordringen waar grote honkballanden uiteindelijk moeten afhaken. Dat zijn allemaal prachtige momenten. Hoe verhoudt zich dat tot een trouwdag en de geboorte van een kind? Nou goed, kijk, als je het aan mijn vrouw vraagt. Die zegt natuurlijk altijd van je vindt honkbal... belangrijker dan ons. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo. Alleen, ik ben heel erg gedreven. Maar ik denk dat alle mensen die proberen succes te hebben in het leven... ja, dat gaat gepaard met heel hard werken. En anders kom je er niet. En het laatste verschil wordt daar echt gemaakt. En het gaat er vaak niet om wat je kan, maar ook wat je ervoor wil laten. En ik laat dingen om succesvol te zijn in hetgene wat ik dagelijks doe. Maar goed, mijn gezin is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als je echt een keuze zou moeten maken tussen dit of dat, dan is die natuurlijk heel snel gemaakt. Ik heb nooit last van mijn armen gehad ook, hè? Nee? Zoals nu ook. Ik heb nou al heel lang geen bal opgeraapt. Maar dit voelt gewoon goed. Ja? Heeft die sport waar je helemaal idolaat van bent, het honkbal, er ook voor gezorgd dat je doorkon na de zwartste periode in je leven, na het overlijden van je zoon? Ja, dat denk ik wel. Enerzijds omdat je natuurlijk door de sport leert met je emoties om te gaan. Want het is natuurlijk, zeker in topsport, moet je daar ook een controle over hebben om te kunnen presteren. Dus dat heeft mij... daar enigszins geholpen. En anderzijds, ja, als jij je gedachten kan verleggen, al is het maar een paar minuten per dag, omdat je een passie hebt waar je veel in kwijt kan, dan heeft dat absoluut geholpen. Alhoewel het natuurlijk nooit iets is waarvan je zegt, ja, dat heeft het makkelijk gemaakt. Want dat, ja, dat woord past niet bij wat je dan uiteindelijk meemaakt. Je maakt de stap van honkbalheld naar voetbal nobody. Nooit op het hoogste niveau gespeeld, gevoetbald. Nul krediet. Men gaat jou zeer kritisch volgen. Dat is een heel ander leven als dat je nu leidt. Nu ben je de koning van het honkbal.
Ja, maar ik vind dat niet meer als terecht dat men zo naar mij kijkt. Het is natuurlijk altijd nog steeds leuker als mensen leuke dingen over je zeggen dan wanneer ze minder leuke dingen over je zeggen of wanneer je uitgefloten wordt. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik dat ook nog nooit heb meegemaakt. Dat hoort erbij. En anders moet je ergens achter een bureautje gaan zitten op een kantoor waar niemand je ziet. Ja, maar goed, dat is niet het leven waar ik voor gekozen heb. Wat heb jij AZ eigenlijk te bieden? Ja, die vraag zou je eigenlijk AZ moeten stellen. Want die hebben aan mij gevraagd of ik dit wil doen. Ik stel hem aan jou. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ik verstand heb van topsport. Ik denk dat ik... Kijk, ik ga me niet bemoeien met hoe Marco van Basten dadelijk zijn opstelling moet maken. Of hoe hij zijn training in moet vullen. Of technische zaken of tactische zaken. Maar er hoeft niemand mij uit te leggen wat er nodig is als topsportorganisatie om daar beneden prestaties te kunnen leveren. Is Robert Eenhoorn een man die misschien wel alleen thuis, 's avonds, als vrouw en kind in bed zijn, een traantje laat van dit was het honkbal? Kijk, het is zeker niet zo dat ik geen emoties heb, hoor. Alleen, ik maak de keuze, of ik heb de keuze altijd gemaakt omdat het in ieder geval wel te doen, waar niet zoveel mensen bij aanwezig zijn. Maar goed, kijk, een afscheid voor mij is iets heel anders. Hè? Dat heb ik één keer mee mogen maken. Dus afscheid voor mij heeft in het honkbal een hele andere betekenis. Dus, weet je, het afscheid heeft voor mij niet zo'n beladen iets als zoals jij het nu stelt. Alleen ik heb een andere keuze gemaakt de komende jaren in mijn professionele leven. En die heb ik heel bewust gemaakt. En dat heb ik niet in 2 dagen besloten. En ik sta daarachter en ik ben nu al een keertje of 10 denk ik daar geweest. En ik heb echt het gevoel dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.